gekocht. Maar praat even de camera. Hoezo, ja. Toch samen vloggen, liefje. Staat hij weer de chipjes? Ja, ik zit chips te eten. Ik zit chips te eten. Het is leuk als je aan de kijker vertelt wat je gedaan hebt. Oké. Dus 1, 2, 3, 4. Oeh. Ja. We hebben 1 minuut rust. Fuck you. Jij doet het altijd. Jij doet het altijd. Je ziet me altijd te fucken. Over 4 dagen zit je op mij opgesloten in dat ding, hè? Goedemorgen. Het is alweer dinsdagochtend. En ik zit nu te werken thuis. Maarten is even de hort op met Tommy. Ik heb echt... Ik zat deze afgelopen dagen, het waren de paasdagen. En ik zat echt een beetje van shit, ik heb zoveel zin om... ik wil even... Nee, ik moet even goed zeggen. Ik had natuurlijk gewoon toen we in Rotterdam nog woonden, had ik gewoon mijn kantoorplek. Ik vond het heel fijn dat ik daar... ja, daar naartoe kon gaan op een gegeven moment. Dat ik gewoon kon zeggen, oké, ik ga naar werk en dan ga ik werken. Dan heb ik geen Tommy, heb ik niet de was, niet opruimen, niet Maarten om me heen. Of hij zat ook op die werkplek, maar dan zit je toch gefocust te werken. En dat miste ik even heel erg hier. En toen dacht ik ook, ja, in de camper krijg ik dat natuurlijk ook niet. Dus we moeten samen een modus creëren waarin ik wel kan zeggen, en hij ook, van nou, ik ben nu aan het werk, ik ben er niet, weet je wel. En ook gewoon dat ik niet mee bezig hoef te zijn met Tommy of iets. Dus we zijn een beetje zoekende daarin van oké, hoe kunnen we dat gaan invullen. Maar nu zijn Maarten en Tommy de hoort op. Ik weet eigenlijk niet waar ze zijn. Maarten zei oké, wij gaan er vandoor. Ik denk dat ze even naar het bos zijn en gaan wandelen. En wellicht ook even de auto wassen trouwens. Want die willen we natuurlijk online zetten om te verkopen. En ik zit lekker te werken achter mijn laptopje aan de cursus. En ik heb over, kijk, over 2 uurtjes heb ik een online koffiedate. Dus ik stop zo hiermee en dan ga ik die koffiedate even voorbereiden. Dan heb ik gewoon lekker even een werkochtendje. En dan gaan we vanmiddag naar de camper. Even wat dingen opmeten. Want we willen even wat handige tools kopen bij de IKEA. Gewoon online bestellen. Maar dan moeten we eerst even wat dingetjes opmeten. Dus dat gaan we vanmiddag doen in Stolwijk. Maar nu ga ik dus even lekker doorwerken. Even wat dingetjes opmeten. Ja, knus. Het is je huisje vanaf volgende week. En ik jou. En die van mij. En die van Tom. Deze is wel vierkant. Ja, dat zie ik ook zo. Leuk weetje. Hey, het lijkt wel blauw vanaf hier, met het valse licht van hier. Ja, een beetje marineblauw lijkt het. Het is dus wel gewoon grijs, maar ja, in het licht, valse licht is het dus een soort ander kleurtje. Ja. Ik ga even douchen. Heb je het opgemeten al? Heb je het al opgemeten? De douche? Nee, wat je allemaal op wil meten. Ja, alleen deze nog. Hoe staat dat? Prima. Maar serieus. Als we gewoon aangesloten zijn op water, ja, dan zit ik maar beperkt een beetje warm water in je boiler, hè? Nou, je kan niet aangesloten zijn op het water. Oh nee. Dus je moet de watertank gewoon vullen. Dus als je wil douchen, dan heb je gewoon heel kort. Dan blijft het een flitsdouche. Maar het is wel oprecht een chille douche. Je kan niet ineens... We hebben de straal nog niet gezien, hè? Nee, het houdt niet over al, maar meer gewoon... Je hebt ruimte om te staan. Ja. Je kunt even zo snel je haar... Nou was ik mijn haar al een tijdje niet. Dat scheelt, dat heb ik speciaal hiervoor gedaan. Vast een beetje wennen. Nee, maar goed, ja, het is flitsdouchen, maar hij is in principe groot genoeg. Hier kun je aan te drogen hangen. Ja, daarom, hij is groot genoeg. We kunnen er gewoon in staan, je hoeft niet zo... Nee. En ook als hij dicht is, kan je gewoon bewegen. Zit je alweer op de uitkijk, jongen? Hè? Op de uitkijk, want... Oh my god. Er worden weer koekjes gemaakt. Waarom doe je dit? Waarom doe je mij dit aan? Oh, hoe wil je dat ik deze quarantaine uitkom? Als een moddervet varkentje. Als mijn dikste vriend. Staat het clipje een beetje dicht? Zie je dat niet? Nee, ik zie jou heel goed. Oh, echt lekker. Ik heb jou in de smiezen. En ik had gewoon zin om even te bakken en dan wilde ik even daggel doen, maar ik heb een beetje een gestreste dag. En dan dacht ik, fuck it, ik ga gewoon nog even lekker koekjes bakken. Nog even lekker bakken? Nou ja, mij weer niet klaar hoor. Ga lekker door, zou ik zeggen. Woensdagochtend, 6:40 en wij zitten in de auto en we gaan weer even naar Scheveningen. Even aan de rekken hangen. Ik heb elastieken mee, ja, chill. Zodat ik mijn slip kan oefenen. Nou ja. Veel zin, want we zijn dat echt niet meer geweest, 2 weken geleden denk ik. 2 weken heel leuk, ja. De tijd gaat zo snel. Ik hoop dat ik mezelf omhoog krijg, de tijd gaat zo ziek snel. Nou. Maar het is nu al wel weer, weet je nog, toen als we erheen reden, was het nog vrij donker. Ja, het is nu alweer lichter. Het is nu alweer heel veel lichter. Ja. Met de uurwissel was het natuurlijk even donker, maar ja, de dagen wordt nu echt lang. Gisteren was het ook alweer langer licht. Ja, 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 want wij gaan altijd s'avonds rond 9 uur liggen wij in bed. Heerlijk. Gisteren was het gewoon nog licht toen wij in bed lagen. Ja. Het ging wel snel, want ik was aan het lezen en toen zag ik het snel donker worden. Maar echt lange dagen, heerlijk. Ja, beter. Ja. Goedemorgen. Hoe laat is het nu eigenlijk? 6:45. Donderdagochtend 6:45. En het is zo lekker dat het al zo vroeg nu ook weer licht is. Heerlijk. Oh, dat zei ik gisteren ook al. Ik verval in herhaling, maar dat herkent vast iedereen in deze gekke tijd. Waarin elke dag er ongeveer een beetje hetzelfde uitziet. We gaan zo weer even in de tuin trainen. En nou, gisteren heb ik de hele middag zitten werken aan mijn cursus. En vandaag staat dat weer op de planning, want morgen gaan wij naar Rotterdam. We hebben een hotelkamer geboekt om even in te kunnen werken. Even andere change of scenery, even knallen. Ik moet wat dingen doen voor samenwerkingen, wat content schieten. Maar ik wil ook mijn cursus even... de video's ervoor opnemen en wat dingen uitprinten zodat ik het goed voor me kan zien. Nou, dat gaan we allemaal daar even doen. Tommy gaat dan naar de opvang. Dus ik moet morgen, voordat we daarheen gaan... Dat is al gefixt trouwens. Wat? Dat hij naar de opvang gaat. Ja, ja, Tommy gaat naar Bello. Dus ik wil morgen mijn online cursus de scripts af hebben voor de video's die ik ga opnemen. Daar ben ik vandaag mee bezig. En ik heb vandaag ook 1,5 uur een sessie met Philips. Online Inspiration Room. En dan willen ze van mij als Instagrammer en YouTuber willen ze van mij wat... ja, het wordt gewoon een soort inspiratiesessie. En willen ze van mij horen van, goh, wat doe jij om je community betrokken te houden? Hoe heb je interactie met je community? Ben je bezig met groeien of ben je meer bezig met engagement behouden? Nou, allemaal dat soort dingetjes. En welke technieken gebruik je? Nou, ik gebruik natuurlijk niet zoveel verschillende technieken. Ik bedoel, je hebt echt vloggers die natuurlijk mega lijpe shizzle gebruiken. Ik Ik heb gewoon de camera. Dat staat voor vandaag op de planning. Die koekjes die ik dinsdagavond had gebakken. 8 koekjes. Daarvan hebben wij er 6 dinsdagavond ook meteen opgegeten. Ja. Huh? Jij? Nee, jij 3, ik 3. Oh. En gisteren de laatste. Dus ik moet weer iets bakken. Vandaag. Ja, vind ik ook. Wat wil je? Koekjes, cake, bananenbrood? Doe maar iets gezonds. Bananenbrood. Iets semi-gezonds. Ik doe bananenbrood met chocoladechips. Ik heb nog een paar chocoladechips. In de evenminuten? Ja. 30 Russian twists. 30? 30. Ja, links en rechts is 2. Ja, oké. Okay. Dus 1, 2, ja. 3, 4. Hoe? Ja. We hebben 1 minuut rust. Fuck you. Jij doet het altijd. Jij doet het altijd. Je ziet me altijd te fucken. Ik zit je te plagen. En dan doen we 10 minuten Imon. Ja. Oneven minuten. 20 dumbbells. 20 swings. Ja. Met een kettlebell of een dumbbell? Maar niet uit. Met een dumbbell. Oké. Okay. 10 links, 10 rechts. Ja. En in de even minuten doen we 45 seconden plank hold. Oh, wat een hel. 10 minuten. Zo jongens, ik heb net de Inspiration Room van Philips gehad. Het was een hele zware bevalling. Het was helemaal in het Engels, met allemaal mensen over allemaal technische dingen. En ik praat gewoon te weinig Engels. En ik voel me dan zo'n domme hut. Oh, ik voel me dan zo dom. Er zitten allemaal mensen en denken, kom op je dit. Maar ik praat gewoon te weinig Engels. Ik versta het supergoed. En ik spreek het ook wel oké. Okay. Als ik op vakantie ga, ik kan echt wel Engels. Maar dan wil ik wil graag, ik ben het van mezelf gewend. Dat is het ook, lief. Ik ben van mezelf gewend dat ik verbaal heel vaardig ben. Ja. En dat ik precies in woorden kan uitdrukken wat ik wil zeggen. En dan wil ik graag moeilijke woorden gebruiken. Maar die weet ik dan niet in het Engels. Dat vind ik heel lastig. Ik vond het echt... het was eigenlijk hartstikke leuk hoor. Maar omdat het dan in het Engels was, vond ik het opeens echt heel moeilijk. Heel zwaar. Heel zwaar vond ik het, ja. Ja, want heel zwaar. Hard gewerkt. Maar goed. Het is wel tof. Het is wel tof dat zo'n bedrijf echt wil praten van oké. Ja, hoe werkt vloggen? Wat wil je met vloggen bereiken? Hoe behoud je betrokkenheid met je abonnees? Dat is wel leuk. Dat is het. Dus ik hoop dat zij er wat aan gehad hebben. Nu gaan we even de benen strekken. Ik denk al, waarom wil je met die camera een selfie maken? Combo. Was je aan het plagen? Nee. Niet doen. Je bent zo bruin. Je moet even gaan daar staan. Kunnen ze het zien? Ah, nee. Ja. Nou, met licht is lastig te zien. Je ziet er goed uit, hè? Jij ziet er steen. Je ziet er steen goed uit, maar je ziet er altijd goed uit. Zie je wel dat hij moet poepen? Hij kan zich niet concentreren. Ik ken dat wel. Zo, vrijdagochtend, 8 uur. En we hebben Tommy al afgezet bij de opvang. Vroeg man. Annemiek riep helemaal, wow, wat zijn jullie vroeg. Oh ja? Ja, dat ben ik niet gewend zo vroeg. Wij zijn wel altijd heel vroeg natuurlijk, maar we gaan altijd weer sporten. Dus vaak als we Tommy naar de opvang brengen, dan gaat hij wat later. Maar nu is het super vroeg. We hebben even een rustdagje. En we gaan nu naar het, hoe heet dat hotel eigenlijk? Bruno Mates? Bruno Roommates? Zoiets. Nou, we hebben een hotelkamer geboekt bij voor de thuiswerkers.nl. om even een dagje in de hotelkamer even te werken. Even een andere setting dan thuis. Het rommelhok. Waar we nu... ja, we gaan over een week natuurlijk die camper in. Dus er staat ook heel veel... We zijn bezig met zoeken, even sorteren wat allemaal mee moet. En we hebben wat dingen voor in de camper gekocht. En die staan allemaal in het rommelhok. Dus we gaan even lekker een dagje in de hotelkamer werken. Even een andere omgeving. Even wat content schieten. Aan mijn cursus werken. Het wordt hopelijk een heel productief dagje. Dat is het hopen. Nee, dat gaat het worden. Dat gaat het worden, dat gaan we lekker van maken. Nou, we zijn aangekomen in het Bruno Roommates Hotel. Fucking vet hotel trouwens. Ik was eerst nog nooit geweest. Het zit tegenover het NH. Daar zijn we natuurlijk wat vaker geweest. Maar het is echt een mega mooi hotel. En alle kamers hebben dus volgens mij een andere kleur. Hè? Want ze hebben ook kamers die helemaal rood zijn, volgens mij. Ja. Ik vind dit wel een mooi rustgevende... Lila. Ik vind het ook wel leuk. En we zitten al helemaal klaar met de statief en de camera en mijn stoel waar ik op ga zitten. En dan ga ik alle video's opnemen voor de Fire to Inspire cursus. Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Terwijl, waarom zou ik? We zijn hier met z'n tweetjes, maar ik wil het graag goed doen. Het gaat helemaal goed trouwens. Thanks lief. Maar je weet prima wat je wil zeggen. Mm. Oké? Dus wat ik wil zeggen is, blijf bij je gevoel, blijf bij jezelf. Ja. We gaan gewoon beginnen, we zien het wel. We gaan het heel veel opnemen. Het is alweer helemaal klaar. Oké? Okay. Nee, je moet wel eventjes, je moet niet te veel gaan draaien en gaan wiebelen. Nee, dat is wel. Want dan ga je dus uit beeld. Opnieuw. Het zit erop. We gaan weer. Het is gelukt allemaal. Alle filmpjes opgenomen van mijn cursus. Mega, mega, mega blij mee. En daarna content geschoten en de hele cursus nog eens uitgeprint en gebrainstormd. En het is nu nou, nog geen half vier of zo. En we lopen weer naar buiten. Dus het is gelukt om een productief dagje te hebben. Ja, heel chill. Heel chill. Heel blij mee. En nu gaan we Tommy van opvang halen en dan gaan we lekker naar huis. En ik zei net tegen Maarten, we zullen even gaan Nibo doen. Maar Maarten gaat morgen een halve marathon rennen. Voor de lol. Dat ook nog. Gewoon spontaan. Dat is die nog nooit eerder gedaan. Vorige week 16 kilometer en nu... Nee, maar je nog wel een paar weken aan het opbouwen. Dan moet je wel... Ja, en natuurlijk. Ik bedoel, we zijn 4 weken aan het hardlopen. Je begon met 11, toen 12, toen... 13, toen 16. En nu ga je dan een marathon rennen morgen. Gelijk voor de big shot. Gewoon 21,1. Maar goed, misschien ook niet hoor. Jawel, jij kan dat. Ik kan het, maar misschien deed ik het morgen. Ik kreeg vorige week wel rond 15, 16. Dat ik dacht, als ik nu nog 4 kilometer door ga lopen, dan krijg ik echt enorme blaren. Ja, dat is echt shit. Dus ik moet even kijken hoe de avond... Met je andere sokken aan, of niet? Het doel is in elk geval... Het doel is 21. Hey schatje. Hallo lieverd. Hey. Hallo schatje. Hey. Zullen we meteen even wandelen? Oh. We hebben daar de man van de halve marathon. Liefste. Hoe is het gegaan? Hoe zie ik eruit? Steen goed? Alsof je nog moet vertrekken? Nou, ik ga nog even het andere deel lopen. Dan... You did it! Ja, wat lijp hè? Ik ben mega trots. Ja. Fucking lijp. Ik ook wel. Fucking goed. Ik ben ook wel trots. Hoe ging het? Nog niet helemaal. Hoe ging het? Ging het goed? Ja, dat ging goed, ja. Alleen de laatste 3 kilometer heb ik wel zwaar. Hè? Ja, snap ik. Ja! Het moment is daar. Het moment is daar. Het moment is daar. Het moment is daar. De camper staat al 4 maanden nou ja, af en aan met onderbrekingen natuurlijk her en der. Maar in Stolwijk bij de vader van Maarten. En we gaan hem ophalen. Yay! For good. We gaan hem nu... Ik hoop wel dat je daar nog een keertje mag staan als we het een keertje terug zijn. Ja, dat heb ik ook en dat mag vast. Maar ja, we gaan hem ophalen. We gaan hem voor de deur zetten bij ons hier in Gouda. Zodat we gaan natuurlijk zaterdag weg. Dus dan kunnen we lekker gaan inruimen. Zo leuk! Daar heb je naar uitgekeken. Ja, daar heb ik echt naar uitgekeken. Close my eyes, take me for a ride. Het is nu dinsdagochtend, 21:15 en ik loop lekker bij het Goudse Hout. En Ton, het is nog best wel fris. Het is een hele mooie dag, maar het is nog wel best wel koud, koude wind. Ik heb vannacht heel slecht geslapen. Als in, ik viel meteen lekker in slaap. Meestal als ik slecht slaap kan ik niet in slaap komen. Nu meteen. Maar ik was om 2:30 wakker en ik heb niet meer geslapen. Dus ik heb op een gegeven moment ben ik maar de krant gaan lezen. En ja, dat moet je natuurlijk ook allemaal niet doen. Maar ik werd helemaal gek. Toen dacht ik, ja, dan ga ik maar gewoon wat doen. Opgestaan. Toen ben ik toch weer in bed gaan liggen. Nou ja, niet ideaal. En op een gegeven moment om 5:00 gewoon weer mijn ogen dicht. Heel rustig. Ademhalingsoefeningen een beetje gedaan. Toen werd ik alweer een beetje zen. Het was niet mijn nacht. Kan gebeuren. Het komt denk ik gewoon ook door de spanning een beetje voor zaterdag. Dan was het best wel spannend. Maar dus ja, dat zit in mijn hoofd. Vanochtend wel eerst nog even getraind samen. Maarten is nu nog steeds aan het trainen, maar we hebben eerst een workout van 1,5 uur gedaan. En daarna was ik er wel klaar mee en ik voel me ook niet super sterk. Dus dacht ik, ga lekker wandelen. En het waait best wel hard, dus ik stop nu met kletsen, want ik weet niet zeker of jullie me kunnen horen. Oh, huh? Ga je net naar de wc? Ik wil nog even passen. Ik denk, ik ga jou even leuk vloggen. Ja, dat is ook... Want... Ze is er weer. Wat eten we? We eten ja, een beetje een ratje toe. Want de hele koelkast ligt vol met eten, dus ik maak er maar gewoon een maaltje van. Een soort van curry. Ja, curry. Eigenlijk wel curry met hot curry. Met zoete aardappel, broccoli, courgette, tempeh, ui, een klein beetje kokosmelk. Lekker hoor. Ja. En hot curry. En hot curry, uiteraard. Ik ben benieuwd hoe hot deze is. Ja, die is wel lekker. Die hebben we ook een keer gehad in Hoffa. Nou, top. Vertel even wat je gedaan hebt vandaag. Ik heb vandaag een slot op de camper laten zetten. En ja, nog wat spulletjes gekocht. Maar praat even in de camera. Hoezo, ja. Toch samen vloggen, liefje. Staat hier weer met de chipjes. Ja, ik zit chips te eten. Ik zit chips te eten. Het is leuk als je aan de kijker vertelt wat je gedaan hebt. Fuck you, laat mij gewoon lekker zelf. We vloggen samen. Yo. Nou, ik heb dus de camper ik heb een slot laten zetten op een camperdeur. En nog wat spulletjes gekocht. Voor in de camper wat bakken waar we spullen in kunnen opbergen. En dat was het eigenlijk. Maar goed, ik moest helemaal naar Brabant voor het slot. Dus ik ben eigenlijk de hele dag wel on the go geweest. Maar goed, het was wel leuk om te rijden. En stiekem vond ik het dus best relaxed weer eventjes dat we weer een paar uur niet met elkaar waren. Ja, nou. Hoe vond jij dat? Vond ik heerlijk. We houden het nu al met elkaar uit. Zie je wel. Hè? Over 4 dagen zit je op mij maar opgesloten in dat ding, hè? Ik weet niet ja, maar ook, of dit een goed voorteken is. Nee, maar het maakt niet uit dat je hier opgesloten zit of ergens anders opgesloten. Het is toch af en toe even lekker dat je zegt, nou ga jij even 4 uurtjes dat doen en ik 4 uurtjes dit doen. Dat is waar. Ja, het was wel heel lekker. Ja. Ja. Dus voor de rest kunnen we elkaar nog wel uitstaan en vinden we het hartstikke leuk om zaterdag in de camper te gaan. Toch, schat? Superleuk. Ik kan niet wachten. Ja. Dus wat moet ik nou, waar moet ik nou mee eten dan? Met mes en vork, maar je mag ook met lepel en vork, maar niet met lepel en mes. Dat is zo raar. Hoezo? Yeah. Dat is een beetje zoals kinderen eten. Ja, maar luister, met lepel en vork, nu moet jij met lepel en mes. Nee, want ik had het voor jou wel gepakt. Ja. Ik hou toch van je. Maar even, geef even toe, mensen. Maarten wil zijn curry met lepel en mes eten. Ja, dat maakt toch niet uit. En dan kan ik gewoon lekker schuiven. Lekker schuiven? Ja, lekker naar binnen schuiven. Nou, we gaan even lekker schuiven. Schuiven? Ja. Ja, goed zo jongen. Wat ben jij braaf, hè? We hebben dus een drone gekocht voor op reis om mooie beelden te schieten. En Maarten gaat nu voor het eerst die drone de lucht in laten. Dat lukt niet. Oké, hij had binnen geen signaal. Als in geen GPS-signaal in de tuin. Dus nu staat hij buiten op straat. Oh ja, daar gaat hij. Kijk nou. Ik weet niet of je hem kan zien. Daar is de drone. Wat dik, hè? Waar is hij nou? Oh, daar, voor de boom. Wat tof! Kijk het uit! Ben je er blij mee? Ja. Het is heel, je moet even wennen aan de controls. Ja, je snapt het. Met de ene ga je dus omhoog en naar beneden. En met de andere kan je dus naar voren en naar achter. En ja, naar links en naar rechts. Ja. En met deze ga je omhoog en naar beneden. En dan kan je draaien om je eigen as. Wat tof. Maar was je niet bang door de wind dat hij dan de andere kant... Nee, want hij stabiliseert supergoed. Hij... ja, voor zo'n klein ding is die echt enorm aan het... je ziet echt de hele tijd stabiliseren. Ja. Wat tof! Nee joh! Kijk dik! Dat is toch vet? Ja, dat is fucking vet. Ja la 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 la. Dit is een kerstliedje. Happy birthday to you. Happy birthday. Ontbijt. Oeh, dit ging net goed. Zo, ontbijt op bed. Een halve cinnamon roll. Tommy bij mijn voeten. Koffie. En een hunk. Een hunk achter een Aziatisch scherm. Een Aziatisch scherm? Oh, hij moet natuurlijk weer de dagelijkse gratis mail versturen. Nee, ja, ik heb hem nog niet klaar. Nee, dat geeft hem niks, schat. Ik ga ze voortaan even inplannen. It's my birthday! 33 jongens, jeetje mina. 33 jaar toeter maar! Ja. En ik heb gisteren cinnamon rolls gebakken. Dus Dus we trappen de dag vandaag. We hebben er 12. En er komt heel veel visite. De hele dag cinnamon rolls. Dus ik neem nu een half cinnamon rolltje. Oeh, om mee wakker te worden. Na een ontbijt op bed met cinnamon roll en vervolgens om 11 uur even een kopje koffie met de moeder van Maarten, ook met de cinnamon roll, gaan we nu even lunchen met pannenkoeken. Wel getraind trouwens nog, dat hebben we niet gefilmd, maar wel getraind. Oh, en wij hebben een cadeautje gekregen van de pindakaaswinkel. Koffie zeezout. En deze, niet normaal. Witte chocolade, pindastukjes. Op een pannenkoek. Mijn leven is compleet. Nou, het smaakt leuk. Enjoy, honey. En toen hebben we geluncht met pannenkoeken. Hele lekkere pannenkoeken. Toen zijn we als een gek de camper... Of als een gek, ja. Toen zijn we echt lekker met de camper aan de slag gegaan. En hebben hem hier voor de deur mee helemaal gezet. En lekker inladen en doen en inruimen. Toen was het om 5 uur tijd voor de borrel met stokbroodjes en hummus en tapenade, kaas nog hadden we van de boer. Zaten we al propvol en toen was het tijd voor het avondeten. Want dat hadden we besteld bij Centraal en hadden we lekker burgertjes. Lekkere vegaburger met frietekes. En toen dachten we, toen dat op was, we nemen nog een cinnamon als toetje. En we hadden ook nog lekkere biertjes overal bij. Oh, verschrikkelijk als ik dit zo... Ik ook verschrikkelijk als ik dit terug hoor. Maar jij wordt maar 1 keer 33. Vies en dik. Het was een dag. Vandaag eet ik niks. Het is een dag die je normaal alleen in films ziet.